Rob Goossens heeft opnieuw voor opschudding gezorgd. Na zijn recente ruzie met Özkan Akyol maakt hij nu een opvallende grap over Marcel van Roosmalen en diens vermeende affaire. In dit artikel bespreken we de recente ontwikkelingen rondom dit onderwerp, inclusief de reactie van RTL Boulevard. Het recent gevormde duo van SBS 6, Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen, ligt onder vuur. Yvonne Koldewijer heeft namelijk onthuld dat niet alleen Gijs buiten de deur gesnoept zou hebben, maar ook Marcel een affaire zou hebben met Fanny van der Rijt. Yvonne noemt een betrouwbare spion als bron voor deze bewering. Volgens Yvonne heeft Fanny van der Rijt, bekend als redacteur van de Gijs en Marcel Talkshow Media Insight en de podcast Media Meiden, tijdens Koningsdag aan iedereen die het wilde horen verteld dat zij op dit moment een affaire heeft met Marcel. Volgens spionnen zijn zij altijd erg close en klef met elkaar. Deze onthullingen roepen de vraag op hoe Marcels vrouw Eva Hoeken hierop reageert. Yvonne Koldewijer uit openlijk haar verbazing over de handelswijze van Fanny van der Rijt. Yvonne benadrukt dat Fanny, als zelfbenoemde mediameid, beter had moeten weten. Het publiekelijk trots vertellen over haar affaire met Marcel in de kroeg getuigt volgens Yvonne van een gebrek aan inschattingsvermogen. Het blijft echter onbekend of Marcel een open relatie heeft of afspraken heeft gemaakt met zijn vriendin Eva Hoeken. Zowel Gijs Groenteman als Fanny van der Rijt hebben nog niet gereageerd op de geruchten. Er kunnen twee redenen zijn voor hun stilzwijgen. Ze willen mogelijk geen aandacht schenken aan Yvonne's claims of ze durven simpelweg de beschuldigingen niet te ontkennen. Het is ook mogelijk dat Gijs en Fanny een val hebben opgezet om de ophef rondom hun affaires te beperken. Hoewel de grote showmedia nog geen aandacht hebben besteed aan deze geruchten, heeft Rob Goossens, de mediakenner van RTL Boulevard, er nu een grapje over gemaakt. Via Twitter verwijst hij naar de podcast Media Meiden en geeft hij aan dat hij en Bridget weer terug zijn met een nieuwe aflevering van de BLVD.